Ik denk dat jullie hier doorheen moeten stappen. De rose has to go low. Can you go down? You can step. Yes. Okay, yes. Now. I have to step from here. Jij moet onder de deur. Anders wordt het hard. Achteraf kan ik alleen maar zeggen, ontwikkeling is er zeker geweest, maar bij wie? In juli 2007 ging een groep van 16 gemotiveerde jongeren en begeleiding vanuit Nederland naar Tanzania om AIDS-wezen te helpen met het opzetten van eigen bedrijfjes. Het project vond plaats in het kleine stadje Sengerema, niet ver van het Victoriameer. De meerderheid van de Nederlandse deelnemers bleef voor 3 weken. 5 van hen zijn gebleven voor een langere periode. Zij werkten samen met een Tanzaniaanse partnerorganisatie, Mwanza Outreach Group. Vol goede moed vertrok ik deze zomer naar Tanzania. Ik had er zin in. Eindelijk kon ik gaan doen wat ik al jaren wilde: de wereld verbeteren. Mijn vrienden vonden het fantastisch dat ik ontwikkelingswerk ging doen. Ik kreeg alleen maar positieve reacties. Dit ben ik, Anne. Ik ben 21 jaar en studeer journalistiek in Utrecht. Dit is Oscar, ook 21 jaar. Hij heeft al een jaar in Oeganda gewerkt en studeert aan University College. Dit is Sabine. Ze is 24 jaar en studeert film- en televisiewetenschappen. Ze is eerder als toerist in Afrika geweest, maar wilde nu de cultuur leren kennen. Sengerema is a project for youth. Youth people who are, let me say that they are poor. Most of the youth which we selected, their parents passed away maybe sometimes ago. We were very glad that Dutch people came here and they are now training those youth for being entrepreneurs later. And that's what they are doing right now. To start their own business. Yes, to start their own business. Yes, okay. If one invite you that instead you serve from 100 priests, decrease the price, and then your decrease of the price, you may get a rose. So, you are. We werden met open armen ontvangen. De mensen waren vriendelijk voor ons. Ik voelde me een filmster. De Tanzanianen vonden ons fantastisch. We are so happy you are here. Welcome, welcome. Al snel raakten we bevriend met de Tanzanianen. Dat was fijn. We hadden veel lol en ondertussen werkten we hard aan een werkboek vol economische begrippen. Hey, hey,
kila time na kuangalia usoni ma sio kama nuka usane na kusema walivu mao nafanya ngozi kine na ingawa moyo hataki. Dit is Michael, een van de deelnemers. Het is zo'n lieve, vrolijke jongen. Het klikte meteen tussen ons. Hij is 18 jaar oud en heeft 5 broertjes en zusjes. Zijn vader is overleden aan AIDS. Als enige van zijn familie volgt hij onderwijs. My business idea is concerning to opening a boarding private primary school. Want to start this business in order to help my family from the poverty and to help my young children. Do you feel that you missed something in your life? I miss that which I miss in my life, to be in advanced level. Okay. Yes, which I miss the most. Het viel me op dat Michael een van de meest gemotiveerde deelnemers was. Hij vond het heel leuk om met ons samen te werken. Ook buiten de verplichte lesuren trok hij met ons op. Dit is Rose. Haar schoonheid en uitstraling maakten meteen indruk op me. Vanaf het begin had ik het gevoel dat de andere Tanzaniaanse deelnemers naar haar opkeken en haar bewonderden. Ze nam een centrale plek in de groep in. I'm Rose Johnny Mariga by the name. My business idea is a stationery shop. I will be selling to students, schools, teachers and families. With the help of my Dutch friends, I'm hoping to also expand some products to Europe. I hope you understand my business idea. Thank you. I want to be with my own business because I want first to help my family and myself because I'm living with my mother. She don't have a work. Who's paying for the food then? Our mother. But she has no job. Yes, but he's doing the small jobs. Oh, okay. She's taking the small clothes and selling it with yours, making some food and sell for someone. Yes. And how did you get involved with this project? We were so many Tanzanians that was wanted to be in this project, but we were having interviews. I think I was being chosen because I have not any help. I have not a father. How did your father die? No, my father, maybe if he's died, maybe now, but my father has left us in so many years ago. Michael wilde ons dolgraag zijn kostschool laten zien. Om hem niet teleur te stellen, deed ik net alsof ik onder de indruk was. Maar eigenlijk schrok ik van de armoedige omstandigheden waarin Michael en zijn vrienden onderwijs volgen. Hoe kan je hier nu normaal studeren? My mother, she can't pay for my school fees. Yeah. Yeah. Who pay my school fees is my auntie. Yeah. Yeah. She pay for my because there is no any who will pay me. Yeah. Nobody. My Christian. And this is my friend also. Oh. Yes. Nice to meet you. Maar af en toe bekroop een vreemd gevoel me. Zoals die keer dat Michael naar me toe kwam. Moet ik mijn school afmaken of beginnen met mijn eigen bedrijfje, zodat ik ervoor kan zorgen dat mijn broertjes en zusjes naar school kunnen? What do you advise me to do? Weet ik veel,
Alsof ik weet wat het beste is om te doen in een dergelijke situatie. Men kijkt tegen ons op. Ziet men ons als alwetend? I'm going to do a market research. Ndio. Iko haitoshelezi mahitaji. Sawa. Unakubali kuchukua? What did they say? They say that they are willing to pay for and they will be happy if the service will be filled in this area. Oh, that's great. Kijk, dit vindt Michael leuk om te doen. Het is praktisch, het werkt. Maar de meeste tijd brachten we door in een klaslokaal, waar de Tanzanianen moesten luisteren naar economische theorieën die ik zelf amper begreep. Bij terugkomst in Nederland spraken we met Els. Els heeft 3 maanden in Sengerema met de Tanzaniaanse jongeren gewerkt. We zijn veel te veel theoretisch met die mensen bezig geweest, naar mijn idee. Ja. Want mensen die leren daar op school niet dingen te schrijven, ze leren niet zelf na te denken en vooruit te plannen. En wij zijn alleen maar bezig geweest met dingen opschrijven. Als ik het nog een keer zou mogen doen, zou ik veel eerder beginnen met de praktische kant. De werkwijze van de Tanzanianen is zo anders dan de onze. Waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? Het lijkt alsof mensen hier meer met de dag leven, alsof ze meer genieten van het leven. Of is dat slechts uiterlijke schijn? Moeten we deze mensen onze werkwijze opdringen? Meer en meer begon ik te twijfelen aan waar we nu mee bezig waren. Wat weet ik eigenlijk van armoede? Wat weet ik eigenlijk van deze cultuur? En wat weet ik nu van het leven? Tijdens het bezoek aan Rose werden we verrast door de levensstandaard van haar familie. We hadden het gevoel dat er iets niet klopte. Wat een groot huis! Haar zus heeft een mooiere mobiel dan ik en Rose draagt oorbellen en parfum. Bovendien heeft ze een duur kapsel en meerdere mooie jurken. Was dit wel de doelgroep van ons project? Tina, de zus van Rose, vertelde ons dat ze studeert in Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania. We besloten Rose ook hierover te vragen. How come that your sister is going to university in Dar es Salaam and you don't? My sister? Yeah. My sister, she's getting married, but she's not going to university. No? She's already getting married. She's in Dar es Salaam. And she doesn't go to school there? No, she has a husband and she has a own family. She has not any help for us. Yes. Okay. No. She told us that she is studying banking. Oh, in banking. Yes, the one with Clayton's, the girl here. No, maybe she's confused. Oh. Yeah. Okay. Toen we terugkwamen van Rose, waren we boos. Was dit nou die kwetsbare jeugd waar we onze vakantie voor opzij hadden gezet? Was dit nou de doelgroep? Hoe is zij ooit in het project terechtgekomen? Er zijn toch afspraken gemaakt met de partnerorganisatie? We spraken erover met de andere Nederlanders. Ik was boos. Ik voelde me beledigd. Misschien zelfs verraden door haar leugens. Want leugens, dat waren het. Daar was ik zeker van. Hadden jullie harde feiten dat die moeder een winkeltje had? We hebben dit naderhand door onze lokale contactpersoon, de heer Nyamete, laten uitzoeken. En hij kwam terug met het signaal dat dat dus inderdaad klopte, dat haar moeder een winkeltje in het centrum had. De emoties liepen op. We spraken er zelfs over dat Rose misschien beter uit het project zou kunnen worden gezet. Voel je je bedrogen door Rose? Ja, ik voel me wel bedrogen naar haar.
ik ben er niet voor dat zij dit programma afmaakt. Want dan ga je mensen in Nederland voorliegen. En dan ga je zeggen, dit is Rose, die wil een stationaire shop. En ze is AIDS orphan hartstikke zielig. En wie helpt haar? Dat is gewoon niet eerlijk, want dan lieg je de mensen in Nederland voor. My mother is sick. Yes? Yes. And do you know what it is about? Yes, I don't know, but according to my experience of some diseases, I think it will be HIV because she took a long time from beginning of disease. Your mother is now taking care of your brothers and sisters? Yes. Your mother is the only one who's taking care of your brothers and sisters? Yes, only one. Yes. If I will go to Holland, I will get it. I will go to live nice, better than in my area here. And by? I will go to live better than in my area here. Because in our country, the life is so tough. Yes, it's tough. De volgende dag miste ik Rose bij het project. Via via hoorde ik het. Rose was uit het project gegooid. Maar de projectleiding had haar nog wel een baantje bij het project aangeboden. Blijkbaar nam Rose dat aanbod niet aan. Dag na dag verstreek, zonder een teken van Rose. Op een gegeven moment kwamen er signalen dat Rose dus eigenlijk alsnog niet binnen de doelgroep viel. Weer ons... In de grote zin, ons, onze partners, onze deelnemers, misschien wel om de tuin heeft geleid. Toen we dat hebben gerealiseerd. Maar wat was dat moment? Wat is er iets voorgevallen of iets gebeurd dat voor jullie het moment was van ja, dit kan gewoon niet? We hadden op een gegeven moment kregen we feedback van een aantal deelnemers die huisbezoek hebben gemaakt bij haar. En wie waren die deelnemers? Die deelnemers, dat was jij ja. En dat was Anne. Ja. En die hebben geconstateerd door versprekingen of door in ieder geval signalen vanuit Rose en haar familie dat de situatie niet zo erbarmelijk was als voorgeschreven. Want eigenlijk hebben wij daar een soort van erbij gelapt. Want als wij niet bij haar thuis waren gaan filmen, dan hadden wij niet al deze informatie gehad en hadden wij niet al deze dingen geweten. Omdat wij naar haar thuis zijn gegaan, hebben zij besloten van, omdat we alles gefilmd hebben, ja. Klopt het helemaal niet. Ik heb me nog nooit zo schuldig gevoeld. Door onze stommiteit doet Rose niet meer mee. Rose haar toekomst, patsboom, weg. Alleen omdat wij niet wat tactischer konden omgaan met de cultuur die we helemaal niet kennen. Ik kon het niet meer aan. Ik moest Rose zien, spreken. Ik wilde weten hoe ze zich voelde, waarom ze niet meer langskwam. Ik durfde haar niet onder ogen te komen. Zou ze boos op me zijn? Het tegenovergestelde was waar. We werden weer even hartelijk als tevoren ontvangen. Binnen no time stond er een maaltijd voor ons klaar. Ik werkte het eten schuldbewust naar binnen. You were not at the project the last few days? Yes.
Can you tell us what happened? The people from Holland, they seen me that I'm not very much in need. He told me that I have some relatives who can help me, but that is not the truth. I understood that your mother has a small shop in town. Yes, she has, but it is not a shop that is very big. She have a few customers, and now she have 3 months she's staying at home. For you, you say that in the selection interviews, yeah, that you never lied. I was lying what? No, I'm telling the truth. Mm. Yes. Okay. That's good. Okay. But it's okay. It's okay. I will be instead at my home, and when God give me another chance, I will try it another chance again. Yes. Yeah. Mm. It's okay. No problem. It's okay. Yeah. We are really sorry for you. Thank you. In the truth, I was very embarrassed. And that day I was very crying since 11 up to 12 at night. I was crying. Voor de camera hield Rose zich goed. Maar toen ik haar gedag wilde zeggen, trok ze me mee. Ze begon te trillen, te huilen en vroeg me om raad. Ze vertelde me dat ze zich zo schaamde. Ze vond het verschrikkelijk. Mijn hart brak van medelijden en spijt. Was dit mijn schuld? Ik had het nooit zo bedoeld. Toen we terugliepen naar huis, uitte ik mijn zorgen. Nou, ik ben er best wel van geschrokken. Ik weet gewoon niet zo goed meer eigenlijk wat ik ervan vind. Ik weet wel dat ik... ik vind het gewoon heel zielig eigenlijk. Ze wordt sowieso helemaal uit die sociale context. Wordt ze geschopt zonder dat je er even over nadenkt van wat je allemaal wel niet teweeg brengt. Ik vind dat je gewoon bij begin af aan gewoon duidelijk moet zijn met je criteria. En als je eenmaal iemand hebt geselecteerd, dan moet je zo iemand niet meer laten vallen. Want ze heeft het heus wel nodig. Het is echt, ja. Ik bedoel, iedereen heeft het hier nodig. Ik vind dat je heel erg moet uitkijken met oordelen of zoiets. Ja. En dat zei ik ook meteen. En daarom dat ik, ik weet het wel, echt stop er een proloog bij en ga er echt serieus naar lopen kijken. Ja, dat vond ik ook best wel heftig om dat te zien. Dat ze in één keer toch heel erg ermee blijft te zitten. Ja. Terwijl je eerst denkt van, oh. Nou, ik ben wel blij dat jullie het gedaan hebben. Want dan, heel goed. Want dan heb je wel gewoon nog even dat je weet hoe het verhaal zit. Ja. Nou, dat weten we. Ja, dat weten we alsnog niet. Ja, nee. Ik ben nog meer confused dan daarvoor, echt. Eigenlijk snap ik er nog minder van, zeker voor mezelf, wat heeft ze nou precies wel lopen liggen, wat niet en hoe erg is dat? Ja, maar het is gewoon, kijk, ze liegt gewoon. Dat is gewoon even, ze liegt. Ja. Maar hoe erg moet je iemand straffen? Ja. Kijk, het is een zonde, oké, maar hoe hard moet iemand daarvoor gestraft worden? Dat zusje, daar heb ik dus gewoon gevraagd, waarom studeer jij wel in Salaam en zij niet? Ja. Ze zegt dat ze andere vaders hebben. Na deze heftige toestand heb ik er lang over nagedacht. Er spelen hier diverse culturele verschillen een rol. De eerste vraag is, hoe kom je erachter wat waar is in een cultuur die je niet kent? Het winkeltje, hoe goed loopt dat nou eigenlijk wel of niet? En waarom heeft Rose niet gewoon verteld dat haar zus een andere vader heeft? We hebben dit als een leugen ervaren. Maar wat is nou de waarheid? De tweede vraag is waarom ze niet meer terugkomt voor het baantje dat haar is aangeboden. Het lijkt erop dat schaamte een grote rol speelt in deze cultuur. Het gezicht verliezen, dat is wel een ernstige zaak, lokaal gezien. Ook omdat je daarmee aan zou kunnen geven van, kijk, er is iets fout met wat ze heeft gedaan. In onze ogen heeft Rose dus gelogen. Over het winkeltje, over de studie van haar zus, over dat haar vader dood zou zijn. Maar dan nog, hoe erg is dat? Het is ook erg begrijpelijk. Echt rijk is ze ook weer niet en natuurlijk wil ze alle kansen pakken die ze kan krijgen.
Denk je dat we hier tekort zijn in Tanzania om er echt over te oordelen? Of denk je dat het ons oordeel terecht en definitief is? Nee, tuurlijk is het niet terecht en definitief. Ik weet zeker dat we hier tekort zijn. Deze mensen hebben niks en ze hebben geen geld en ze zijn hartstikke arm. Wie zijn wij dan als rijke westelingen om daarover te oordelen? Heb jij het gevoel gehad dat zij loog of dingen verkeerd deed? Nou, ik denk dat daar wel meer mensen liegen, zeg maar. Omdat het meer, ja, iedereen pakt de kansen die kan pakken. Dus je doet een leugentje om bestwil. En ik weet niet in hoeverre zij nog meer heeft gelogen dan anderen. Ja. En mensen, ik weet ook niet of je het echt liegen moet noemen. En ik, met haar heb ik niet het gevoel gehad dat zij echt gelogen heeft. Ik weet niet of ik het eerlijk tegenover de anderen vind dat zij wel moest stoppen, terwijl je misschien bij anderen ook eenzelfde situatie hebt. Of die ook een leugentje om bestwil hebben gedaan. Wat is het lastig om een andere cultuur te beoordelen? Steeds meer raak ik verstrikt in een web. Wie helpt wie hier eigenlijk? Ik kwam hier om deze jongeren een goede toekomst te geven. Maar minder en minder geloof ik in mijn mogelijkheden om deze jongeren die toekomst te geven. Ik leer hier heel veel, maar wat is de prijs van mijn leerproces? Afrika. Afrika leert mij mezelf kennen. Tanzania geeft me zoveel. Vriendschap, liefde, maar vooral geluk, puur geluk. Niet verpakt in een potje anti-rimpelcreme of die nieuwe spijkerbroek. Geluk omdat je vrienden hebt, omdat je familie hebt. Maar wat geef ik Afrika? Ondertussen gingen we ook gewoon door met het begeleiden van Michael en de anderen. Onze twijfels over de didactiek namen toe. Constant cognitief bezig zijn werkt hier gewoon niet. Het moet veel praktischer. Tot overmaat van ramp bleek Michael ook opeens niet meer op zijn plek in het project. You all want to help you with the boarding school, but you can't do that because it's too big for us. Yeah. Also for us it's too big. To restart thinking. Because coming 6 months we can't work at your private boarding school because you're at school. It's a too huge project. Yeah. So we should do that and try to refocus and put our energy on realistic things. Maar wat ik raar vind is waarom dit niet anderhalf week geleden besloten is, dat er nu na anderhalf week dat we die jongen helemaal het idee hebben gegeven dat hij zijn eigen school op gaat zetten, dat hij dan nu opeens hoort van sorry, maar je idee is te groot. Hoezo gebeurt dat nu? Ja, omdat dat inderdaad in die rondes nu naar boven is gekomen, maar het had sneller gemoeten, ben ik met je eens. Ja. Ja. Uiteindelijk is het onlogisch dat zij hier zit. Dat is in het selectieproces fout gegaan. Ja. Eens? Ja. Nou, ik vind het gewoon slecht dat niemand wordt nagetrokken. En dat het maar gewoon nu opeens na anderhalf week erachter aan het komen, einde van het project. Ja, van oh, hij kan eigenlijk helemaal niet meedoen. En de hele selectie is gewoon kut. Zo en daar heb je al anderhalf week gezeten en het is nog niet opgevallen. Nee. Waarom heeft niemand daar eerder aan het gegeven? Dat selectieproces moet gewoon veranderd worden. Want je moet en inderdaad zo'n Engels cursus doen en gewoon waar ben je met je opleiding. Waar, ja. 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 Vooral het Engels ook. Engels. Ah, yeah.
Uiteindelijk zijn 18 van de 24 Tanzaniaanse deelnemers doorgegaan met het project. Ik denk nog vaak aan Rose en Michael. Ik ben dankbaar voor alles wat ze me gaven. Home again, when shall we see my mother and the sister? When shall we see my mother and the brother? Never forget my home, never forget my home. Home again, when shall we see my mother and the sister? When shall we see my mother and the brother? Never forget my home.